René, waarom hebben jullie vandaag nagelaten om de Twente-muur te doorbreken? Ja, nagelaten omdat we te weinig hele grote kansen hebben kunnen uitspelen. Te weinig hebben geschoten, denk ik, ook van afstand om daar misschien het geluk in te zoeken. Maar het was moeizaam om de muren te breken. We hebben goede aanzetten gehad de eerste helft. Vond dat we daarin wel wat vaak de verkeerde keuze maakten. In de zin van wanneer kun je wel risico nemen in de eindpaas of wanneer moet je nog een keer extra verplaatsen. Dus daar hebben we ook op gehamerd naar de rust. En eigenlijk hetzelfde geldt voor wat er daarna gebeurt. Als we met 11 tegen 10 komen, dan zal het allemaal nog een tandje sneller moeten. Want de muur stond nog wat lager dan in de eerste helft. Ja, dan zie je dat we daar moeite mee hebben. Dat we misschien niet snel genoeg van kant naar kant komen. Als we een keer binnen 20 meter zijn, dat we misschien ook vaker kunnen schieten. Maar dat we ook aan de zijkant het net niet goed genoeg voor elkaar krijgen om een overtal uit te spelen. Om daarna Twente in keuzes te laten. En dan heb je wel een aantal goede momenten nog om al eerder de gelijkmaker te maken. Nou, dan heeft het ons ook niet meegezeten. Aan de andere kant, we hebben het niet afgedwongen. Ja, dan ben je nog blij dat de 1-1 valt. Ja. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om zo'n muur of zo'n verdedigend Twente te doorbreken? Nou ja, dat heeft ook te maken met dat het moeizaam was om tempo in de wedstrijd te krijgen. Omdat het leuke spel heel vaak stil lag door van alles en nog wat er gebeurde. Daarmee krijg je er ook niet echt tempo in. En als je daarna van kant naar kant moet met een ploeg die zo laag staat, dan kost het hun in verhouding gewoon veel minder energie. Ja, en moet aanvallend gezien alles kloppen. Dan moet de dribbel goed zijn, dan moet de overlap op het juiste moment en de timing moet kloppen. En daarna moet de bezetting voor de goal ook goed zijn. Ja, dat luistert dan allemaal nog veel nauwkeuriger op het moment dat je tegen een ploeg speelt die zo compact staat. Hoe verklaar je eigenlijk zo'n tegendoelpunt? Een soort van, misschien niet te verklaren kortsluiting? Ja, goede vraag. Ik kan het eigenlijk niet verklaren, want moet hij gewoon ingrijpen en moet hij gewoon robuuster zijn. Alleen het lijkt erop of hij de kaas van het brood laat eten. Ja, een beetje ongelukkig. Ja, wat ik net zei, dat verwacht je gewoon dat Mike dat oplost. En met zo'n moment breng je precies Twente in de situatie wat ze graag willen. Als je nou uiteindelijk nog die 1 tegen 1 maakt, geloof je dat dan ook nog een winnende komt? Ja, je moet altijd blijven geloven tot aan het eind. In eerste instantie moet je natuurlijk al blij zijn met de gelijkmaker. Maar daarna moet je toch nog proberen te gaan voor de winnende. Misschien het moment dat Mike de bal op Tassos speelde, was het misschien geen hensbal. Ik weet het niet, ik heb het niet gezien. Maar dat zijn van die momenten die heb je dan nodig om er nog te kunnen winnen. En dat was ons niet gegund vandaag. En aan de andere kant, we hebben het ook te weinig afgedwongen. Ja. Met welk gevoel ga jij nu al met al de winterstop in? Want als je naar die ranglijst kijkt, dan zie je dat het allemaal zo ontzettend dicht bij elkaar staat. Ja, dat is nu op dit moment, wat jij nu zegt, dat is wel zoals het is. Dus je zou dat kunnen zeggen van daar kun je positief naar kijken. Maar het overeerst natuurlijk wel nu de laatste fase van de competitie, dat we de laatste wedstrijden gewoon te weinig resultaten halen. Met andere woorden, we winnen te weinig. En dat knaagt. En je wilt eigenlijk na een hele goede fase wil je daarop voortborduren. Alleen dat is ons gewoon nog te weinig gelukt. Ja, dus dat betekent dat we een ander vaatje moeten tappen naar de winterstop. En daar hebben we ook alle vertrouwen in, moet ik eerlijk zeggen. Want uiteindelijk hebben we ook laten zien dat we ook gewoon goed kunnen spelen en goede uitslagen neer kunnen zetten. Dus ik vind ook dat het uitgangspunt moet zijn, dat we er goed bij staan. We hadden het beter gewild en ook wel gemoeten, zeker gezien de laatste fase. Maar we hebben ook alle vertrouwen erin dat wij na de winterstop nog weer beter voor de dag kunnen komen. Ja. Eén voordeel, genoeg tijd om je te herpakken op heel veel fronten. Ja, nee, maar dat is ook nodig, want uiteindelijk willen we graag. En dan betekent ook dat het zo'n lange reeks van dat het moeizaam gaat, dat we dat niet willen. Ja. Fijne feestdagen, René. Ja, ook fijne feestdagen voor iedereen, ook voor alle supporters en die we toch te weinig hebben kunnen zien. Dank voor de steun en goede feestdagen allemaal.